De Sint-Jansberg met naastgelegen Koningsven de Diepe en de Mokerheide is onlangs door de vereniging Nederlands Cultuurlandschap als vijfde gebied in Nederland uitgeroepen tot icoonlandschap. De Sint-Jansberg is een uniek cultuurlandschap met een rijke cultuurhistorie, aldus de organisatie. De titel icoonlandschap wordt toegekend door de VNC in samenspraak met lokale partijen die betrokken zijn bij het behoud en de ontwikkeling van het gebied. De onthulling vond plaats bij het jachtslot Mokerheide. De andere vier icoonlandschappen zijn Noorbeek in Zuid-Limburg, de Hoge Berg op Texel, het Aaltense Goor in de Achterhoek en Staverde en Leuvenum op de Veluwepas. Muziekfestival Down the Rabbit Hole maakte vandaag, vlak voordat zaterdag de voorverkoop start, de eerste 29 namen van de line-up bekend. Op het affiche van 2024 staan onder andere Jungle, The National en Eefje de Visser. De kaartverkoop start dus aanstaande zaterdag om 11 uur en een weekendticket kost €280. Dagkaarten zijn bij Down the Rabbit Hole nooit verkrijgbaar. De driedaagse koningsfeesten in de tuin van hotelrestaurant De Wolfsberg in Groesbeek worden komend voorjaar afgesloten door niemand minder dan Direct. De organisatie slaagt erin steeds meer grote namen te strikken voor het evenement. Naast Direct zullen tijdens het festival, dat komend voorjaar plaatsvindt van 26 tot 28 april, artiesten te zien zijn als Martijn Fischer, Xander de Buissonnier en Lee Towers. Dankzij optredens van Danny Vera, Tino Martin en de Edwin Evers Band tijdens voorgaande edities groeide het muziekfestijn in de tuin van de Wolfsberg de afgelopen jaren uit tot een begrip in de wijde omgeving. De organisatie rekent erop dat komend voorjaar zo'n 10.000 mensen op het festival zullen afkomen. En tot slot nog een nieuwtje uit eigen huis, want inmiddels is bekend geworden dat op termijn de drie lokale omroepen uit de regio, namelijk GL8, Extra, FM en Omroep Bergendal, zullen fuseren met RN7 tot één streekomroep. Momenteel wordt er al op diverse vlakken samengewerkt, zoals op de gezamenlijke nieuwswebsite rn7.nl, maar uiterlijk in 2026 zullen de omroepen geheel fuseren tot één organisatie. Deze omroep bedient dan 9 gemeenten in de nieuwsvoorziening. Dat zijn West-Maas en Waal, Druten, Beuningen, Overbetuwe, Wijchen, Nijmegen, Heumen, Mokum-Middelaar en Bergendal. Daarnaast komen er 2 radiozenders. Zo worden samengewerkt vanuit 2 locaties in Nijmegen en Groesbeek.